We hebben heel veel vragen gekregen over de situatie Rusland-Oekraïne. Uh, onder andere over het defensiebudget van Duitsland. Dat ze uh, in één klap gaan verhogen. Ze gaan een fonds oprichten en dan gaat gaan 100. Het verdubbelen begrijp ik. 100 miljard komt er in het fonds. Ja, ja je kunt tegen die op zichzelf gruwelijke situatie in uh, Oekraïne. Op twee manieren kijken, natuurlijk. Voor die Oekraïners is het een ramp. En je ziet ook dat die mensen verwoestingen worden aangericht, natuurlijk. Maar tegelijkertijd is, als je kijkt naar de Europese Unie of naar de NATO, dan heeft Poetin ze natuurlijk op een hoop gejaagd en maakt nu dingen mogelijk waarvan we nog een paar weken geleden dachten dat is volstrekt onmogelijk. En dat betreft budgetaire ontwikkelingen, maar het betreft ook allerlei, eh, laten we zeggen, onderlinge onderhandelingen, samenwerkingspatronen. Het is plotseling ingrijpend veranderd van het ene op het ja. andere moment. Ja. En Duitsland zegt ook weer eigenlijk van we kunnen niet meer rekenen op Amerika. We moeten zelf uh, ons ja, kunnen verdedigen. Zijn ze natuurlijk rijkelijk laag en in, in die zin dat Merkel dat al jaren geleden zei. Dat we er nu alleen voor stonden. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel een beetje eerlijk zijn. Uh, militair gesproken zijn natuurlijk de EU-landen een zootje. Die, die hebben geen, geen adequate militaire samenwerking ontwikkeld in de loop der jaren. Omdat ze dachten... Dat het allemaal niet nodig was natuurlijk, dat, dat, was, dat is de leidende gedachte geweest. Dus er wordt eigenlijk in Europa veel geld uitgegeven aan militaire zaken, maar zonder dat het erg effectief is. En ja, het blijft een feit dat de Verenigde Staten de kern van de NATO zijn. Maar ook die NATO is natuurlijk plotseling geactiveerd, we hebben het er al over gehad. Volgens allerlei deskundigen was die hersen dood, maar... Hij is plotseling weer overeind gerezen en speelt een centrale rol. Waarbij ook de Verenigde Staten natuurlijk een centrale rol spelen. Vooral omdat het schijnt dat Poetin eigenlijk alleen met de Verenigde Staten wil praten. Ja, überhaupt is de vraag: moet er nu gepraat worden, ja of nee? En wat zou eruit moeten komen? Ja, want ja, je kunt ook redeneren: kan de Oekraïne winnen? Dat lijkt mij niet. Dus dat betekent dat vroeg of laat toch een vorm van bezetting eh, aanbreekt, hoe vervelend dat ook is. Daarbij weten we natuurlijk niet hoe het burgerlijke verzet zich zal ontwikkelen. Omvangrijk ja of nee, gewelddadig ja of nee, dat zijn allemaal vraagstukken. Maar je kunt ook niet eeuwig doorgaan met het in elkaar schieten van, van allerlei nuttige dingen in, in, in de Oekraïne. Hmm. Dus ja, dat zal waarschijnlijk wel gepraat moeten worden. Hmm. En, en wat daaruit wat gaat komen durf ik helemaal niet te zeggen. Waarom wil Poetin alleen maar met Amerika praten? Omdat hij iets voorstellen? Ja, ja, want dan zit hij aan tafel met de hoge heren natuurlijk. Ja, je begrijpt ook wel dat ja, de, de EU is niet een, een... Hoe belangrijk de EU ook is, militair gesproken, stelt het niks voor. Hmm. Hoewel natuurlijk nu tal van EU-landen via via uh, wapens leveren aan Oekraïne op vrij grote schaal, begrijp ik. En Nederland doet er ook wel mee, hè? Met uh, raketten. Zeker, ja. Allemaal heel nuttig. Ja. En wij gaan ook het uh, budget gaan we opvoeren. Uh, de Duitsers dus 100 miljard. Wij zouden 25 miljard vrij moeten gaan maken. Short Schoers, maar van D66, die uh, toen de Ja, Krim... maar ik vind het allemaal prima, maar ik wil ook weer. Voor voor, dit tijd, voor deze tijd was er natuurlijk ook steeds sprake dat er meer geld naar Defensie moet. Ik wil graag weten waar het dan uitgegeven gaat worden. Dat wordt nooit duidelijk gemaakt. Alsof het volkomen vanzelfsprekend is waaraan dat geld wordt uitgegeven. Ik, ik vind wel interessant de vraag: denken we nog steeds in termen van de Tweede Wereldoorlog? Uh, gaan we iets totaal nieuws op touw zetten? Wordt het een cyberwar? Hoe dan? Wat waar, ...waar moet dan het geld precies heen... ...maar daar hoor je nooit, daar hoor je nooit... ...of misschien heb ik niet goed opgelet, dat kan ook zijn... ...maar daar hoor je eigenlijk nooit iets over. Nee, je hoort het dus, bedrag, maar niet waar het naartoe dus, gaat. Ja, dus ik vind het heel fijn, misschien extra geld... ...maar nogmaals... ...ga naar explicatie. Begrijpelijke en overtuigende explicatie. Ja, onongen moet dat gaan doen, hè? Die moet dat duidelijk gaan Ja, maken. die had dat ook totaal niet verwacht natuurlijk. Normaal gesproken krijg je Defensie... ...als een soort versleutpostje, ja... Moet er nog wat? Defensie. Altijd een beetje een tierig ministerie natuurlijk. En nu ineens niet waar. Eh, Krijgt ze een enorme hoeveelheden geld die uitgegeven moeten worden. Ja, maar ze zegt wel, we moeten toch maar eens even kijken of we die 25 miljard nog bij elkaar kunnen vinden. Want we hebben ook uh, de stikstofcrisis nog. We hebben het, de, het ja, huizenprobleem. Ja, dat is best te vinden. Ik twijfel er geen moment aan. Nou, ze in het ene debat, was niet zo optimistisch daarover. Nee, dat doet ze net, dat begrijp je ook wel. Jee. In dit soort van posities ga je niet zeggen. ja, het zijn zat, kan al niet kan niks verdommen. Nee, natuurlijk niet. Je zegt dat het moeilijk is en lastig is. En er over gesproken moet worden en wellicht ook een commissie zal worden opgericht om eens even te bekijken hoe het zit. Zo werkt dat. Ja. Maar nou is het ook zo dat Schoortsma, die toen de Krim in 2014 bezet werd, toen heeft hij een, een motie ingediend om de nucleaire taak van de koninklijke luchtmacht te beëindigen? En uh, daar was toen, waren toen heel veel mensen voor. Volgens mij uh, links 78 stemmen voor, alleen de rechtse partijen die waren er wel tegen. Nu zie je dus dat diezelfde Sjoers maar zegt... ja jongens, we moeten wel dat uh, defensiebudget weer flink oppompen. Want... Ik ben er niet voor dat uh, Nederland een omvangrijke nucleaire taak heeft. Ik weet niet precies hoe dat intern in de NATO geregeld is... maar ik zou zeggen, hou het aantal mensen met nucleaire taken in godsnaam zo beperkt mogelijk. Ja. Dan kun je in ieder geval minder fouten maken dan wanneer je het fijn uitdeelt... Zo zijn er dan in die twee uh, F-35's die, die uh, operationeel zijn? Ik, ik weet niet, ik zie daar niks in. Nou, Volker zou, zou je schijnbaar uh, die nucleaire bommen onder de F-16's kunnen binden? Nou ja, die zijn volgens mij van de Verenigde Staten. Dus laten die er vooral over gaan en wij niet. Hmm, ja. Maar je zou, dat is natuurlijk wel nog een manier waarop je Poetin zou kunnen laten inbinden. Nou, het laatste wat we moeten doen is gaan dreigen met nucleaire wapens. Dat doet die meloot zelf ook. En dat vond ik een daad van vergaande onverantwoordelijkheid, kinderachtigheid en ja, maatscho gedrag, wat eigenlijk terrein voor woorden is. Dus nee, laten we ons daar op dat terrein niet begeven. Dat gaan we ook niet doen. Nee, NAVO was je, heel verstandig. Hè, die maak die je de... geen zorgen, dat gaat niet gebeuren. Nou, hij heeft wel die. Ja, maar Amerikanen hebben dat ook gedescaleerd. Precies. Dus dat, daar wordt ook van gezegd dat is goed gegaan hè? op deze manier. NAVO gaat daar niet in mee. Ja, Poetin moet zich schamen. Poetin moet zich sowieso schamen, natuurlijk. Uh, ja. wat, het is natuurlijk een vertoning. Maar dan heb ik jou daar. Uh, waarvan toch heel veel mensen verwachten dat het uiteindelijk slecht zal aflopen. Ja, het, het probleem hier natuurlijk is dat, het, ja, dat Oekraïne een niet nader gedefinieerd gebied was althans machtspolitiek gezien, wat natuurlijk toch, hoe je er lang of, lang of kort over denkt, behoorde tot de invloedssfeer van Rusland. En voor zover ik weet, waar zijn de meeste Russen, zijn die voorstanders van het feit dat de Oekraïne weer terug moet naar Rusland. Hmm. Dat is Poetin, erg genoeg. Maar ik begrijp dat bijvoorbeeld Gorbachev daar precies zo over denkt, dat hij zegt van, ja, dat, dat hoort niet zo, het hoort bij ons. En het, natuurlijk, het probleem was dat, dat het een, een neutraal gebied was. En laten we zeggen, we hebben het over Finlandisering gehad. En, maar dat natuurlijk de Russen en ik denk vanuit hun beperkte en onaangename perspectief terecht begrepen, dat die Oekraïne langzaam bezig was om af te drijven naar het Westen. He, zeker ten aanzien van het, het stedelijke cultuur in Oekraïne, dat is wat ik er van gezien over gelezen heb. Ja, ging dat in een relatief hoog tempo, dus ze hebben gedacht, ja, als dat zo doorgaat, dan, dan verliezen we totaal onze potentiële greep op. En, nou ja, zodoende zijn we nu beland in dit afschuwelijke horrorscenario. Ja. Maar je ziet het natuurlijk in andere landen die onder de voormalige invloedssfeer van Rusland en de Sovjet-Unie horen, zie je hetzelfde gebeuren. Ja, dat is... In Belarus ook. Ja, het probleem is natuurlijk dat de Sovjet-Unie een misdader... En crimineel, moet ik zeggen, dus die twee keer achter elkaar een misdadig regime was, een gewelddadig uh, ge uh, crimineel regime, en dat de erfgenamen van de Sovjet-Unie, en als Poetin nou één ding is, dan is het een erfgenaam van de Sovjet-Unie en mm. van, het, van het criminele, gewelddadige gedrag van die Sovjet-Unie. KGB, er, hè? Ja, een FSB geloof ik, hè. misschien is dat hetzelfde, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ja, dat is die. Hij, hij denkt in die termen. Hij denkt in de termen van onderdrukking, geweldsgebruik, opposanten opsluiten of doodschieten. Dat, dat, is, dat is de wereld waar hij uit afkomstig is. Nu, plotseling produceert hij allerlei essays en, en allerlei kletskoektheorieën over de tsaren en, en dat dat altijd zo... Dat ze zo'n bijdrage hebben geleverd aan de Nederlaag van Napoleon. Gaan we toch in het weg zeg. Dat is natuurlijk wel allemaal ontzettende kleskoek.